Eén keer in de 4 jaar vindt er een visitatie plaats. En wat is een visitatie? Een visitatie is vooral heel belangrijk. Hebben wij de prestaties als woningcoöperatie geleverd? Hebben wij op een goede manier ons maatschappelijk vermogen ingezet om bij te dragen aan volkshuisvesting? Dus aan een goed, prettig en betaalbaar wonen hier in Den Haag. Ik ben Corrie Grijven, ik ben bewoner van Haag Wonen en ik woon in Moerwijk Noord. Het deelnemen aan de visitatie, ja, dat vond ik toch wel iets spannends, want visitatie, wat bedoelen ze daarmee? En nou ja, dus zo ben ik een beetje voorgelegd en ik heb eraan deelgenomen en toen viel het allemaal wel mee. Maar ik vond het een leuke ervaring. Vraag gewoon aan Haag Wonen en vraag ook uitleg, dat doen ze graag. Ik ben blij dat het voor die mensen zijn, maar dat er zoveel mensen, zoveel partijen mee gemoeid zijn, ja, dat viel me heel erg op. En dat ze ook, net zoals nu dat we hier dan in het buurtcentrum zijn, dat er dan altijd hier een consulent zit voor Haag Wonen, voor de bewoners, dat is ook wel fijn. Dus ik zou zeggen tegen haar gewoon, ja, ga vooral zo door, hè. Nou, ik ben Ashana Paul. Ik woon en werk in Moerwijk, hier bij Betje. Wat ik interessant vond aan de visitatie van Haag Wonen is dat je meer inzicht krijgt in wat Haag Wonen eigenlijk allemaal doet. Als huurder besef je dat vaak niet. Ik vind dat Haag Wonen het goed doet. Dit was echt wel een pluspunt om als bewoner mee te mogen lopen. Ik denk dat als ze dat meer doen en bewoners betrekken, dat het alleen maar meerwaarde heeft. Aan ons nu de taak naar de toekomst toe om onze prestaties en ambities concreter te maken en daar meer op te focussen. Met de input van Corrie en van Ashana, we veel meer met onze huurders in gesprek gaan over wat we aan het doen zijn. Want veel huurders hebben niet een goed beeld of nemen wij niet goed mee in wat we allemaal aan het doen zijn. Dus dat punt vanuit Corrie en Ashana pakken we met twee handen op. Waar ik het meest trots op ben is de bijdrage en de rol van onze huurders in het hele proces en de leerpunten uit die ontmoeting die we meenemen naar de toekomst. Wat we als Haag Wonen beter willen gaan doen, naar aanleiding ook van de leerpunten en aanbevelingen in de visitatiecommissie, is dat we veel duidelijker vertellen waar we wel van zijn en waar we niet van zijn. En dat we laten zien waar onze daadkracht zit. Zowel naar onze huurders, als naar de gemeente, als andere partners in de stad. En dat onze huurders echt voelen en merken en zien dat ze bij ons goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Daar blijven we ons voor inzetten. Haag Wonen blijft bouwen aan een mooie stad.